Altijd hetzelfde. Wat gaat er mis? Begint hij al bij? Trainer, u gaat er vandaag met 6-0 af. Wat gaat er mis? Nou... Deze gaat echt opnieuw, hoor. Deze gaat er echt opnieuw. Trainer, 6-0 verloren vandaag. Hoe hard komt die nederlaag aan? Hoe hard komt die nederlaag aan? Uiteindelijk kost dit ons 3 punten. Maar ik wil vooral kijken naar de dingen die goed zijn gegaan. Weet je? We vanochtend natuurlijk lang in afwachting of de wedstrijd doorgaat, ja of nee. Nou, dan hoop je natuurlijk dat dat allemaal lukt. Nou, groot compliment aan de mensen van Scherpenzeel die hier het veld hebben leeggemaakt. Nou, hartstikke mooi. Vervolgens hebben we onder de prachtige omstandigheden de wedstrijd kunnen spelen. Dat Scherpenzeel vandaag wint is vervelend voor ons. Maar wel een terechte overwinning op basis van 90 minuten spelen natuurlijk. Je wilt het vooral over de goede dingen hebben. Wat ging er dan goed? Nou, ik denk dat wij bij onszelf, hè, en daar ga ik over. Ik ben geen trainer van Scherpenzeel, maar van Sliedrecht. Hele mooie dingen hebben gezien. Jongens die minuten hebben gemaakt, terugkomen van een blessure. Jongens die met 16 jaar centraal achterin staan. En weerstand krijgen van goede aanvallers. En zich in veel situaties wel staande houden. Anderen niet. Nou, dat we een paar goede leermomenten hebben. Dus ja, eigenlijk ben ik daarin best wel positief gestemd. En wat neem je dan mee uit deze nederlaag? Nou, dat zeg ik. De dingen die we hebben gezien. Jongens die terugkomen van blessure, die weer terug zijn. Dennis Verhoef maakt weer wat minuutjes bij ons. We nemen mee dat we na volgende week dat we geen schorsingen hebben. Geen extra blessures hebben. Nou, dat zijn positieve dingen die ik meeneem naar volgende week. Ja. Het arbitrale trio zorgt af en toe voor irritatie in het veld. Hoe heb jij dat beleefd langs de lijn? Nou, bij mij helemaal niet. De arbitrale trio heeft zijn best gedaan. Ik denk dat zij niet van invloed zijn geweest op het resultaat. Maar ja, irritatie. Irritaties hebben we allemaal wel eens. Dat hebben we thuis, dat hebben we op ons werk. Dat hebben we langs de lijn. Uiteindelijk na 90 minuten denk ik dat we een compliment moeten maken voor de heren uit Limburg. Ze hebben hun best gedaan en dat hebben we allemaal. Wat is eigenlijk jullie doelstelling voor dit seizoen? Nou, proberen in de eerste klas te blijven. Dat is wat we beogen. Nou, ik moet zeggen dat we voor de winterstop het heel lastig hebben gehad. We hebben al een paar puntjes gesprokkeld. Maar na de winterstop zijn we wel teruggekomen waar we willen zijn. 4 keer achter elkaar niet verloren. De laatste 2 wedstrijdjes gewonnen. Nou, we maken onze borst nu nat voor een drietal wedstrijden. Scherpenzeel, DTS, LRC. Nou, dat is pittig voor ons. Maar we proberen daar wat puntjes te sprokkelen. En vervolgens zullen we het uit moeten vechten met de ploeg om ons heen.